Hey mensen, super dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video op mijn YouTube channel. Voor de mensen die mij nog niet kennen, mijn naam is Red Hunter. En zoals jullie kunnen zien is het middernacht. Ja, het is echt middernacht op het moment. En ik dacht, weet je, laat ik gewoon een video opnemen. Waarom ook niet? Ik hoop dat de kaartjes een beetje goed te zien zijn. Ik ga in deze video ga ik trouwens ook de winnaar bekendmaken van natuurlijk deze Growlithe Blister. De winnaar ga ik bekendmaken hiervan aan het einde van deze video door een duck race. Dus blijf zeker even kijken naar de video. Maar natuurlijk gaan we ook wat openen, namelijk deze prachtige blister. We gaan kijken naar deze blister en kijken of we hier wat tofs uit kunnen halen. Wat zit er allemaal in deze prachtige blister? Namelijk deze prachtige shiny van Mischief, een hele mooie kaart. Natuurlijk, de codekaart, die geef ik weer gratis en voor niets. En jullie, hoppatee, ik zou zeggen, scan hem en gebruik de code. En natuurlijk een hele toffe Mischief sticker. En natuurlijk uiteraard drie prachtige booster packs. We gaan kijken of we hier wat moois kunnen halen. Vergeet deze video natuurlijk even zeker niet te liken en te abonneren natuurlijk als je nog niet geabonneerd bent. Voor de nieuwe mensen van harte welkom. Leuk dat jullie allemaal bij zijn trouwens. En ja, we gaan kijken of we in ieder geval wat mooi uit deze prachtige booster packs kunnen halen. Natuurlijk de codekaart weer voor jullie. Dus gebruik de codekaart, is lekker voor de online game. Ik doe de engine naar voren en laten we kijken wat er in de eerste booster pack gaat zitten. Natuurlijk de energy. We hebben hier een Magmartje. Een Nemona. Dan komen we aan bij de Charmander. Rare Candy. We hebben hier de Swoobet. Een Clive. Oinkelunch. Oeh, en we pakken meteen weer een lekkere baby shiny. Namelijk de Wingull. Een hele toffe baby shiny kaart. Heel erg nice. In ieder geval een lekker hitje. Er zit hier ook nog wat moois achter toevallig. Nee, het, trouwens, nou ja, een Pikachu reverse. En een Professor Research. We gaan door naar het tweede booster pack en kijken of we daar ook nog wat moois uit kunnen halen. De codekaart is natuurlijk zoals gewoonlijk weer voor jullie. Ik doe er eentje naar voren en laten we kijken wat er in de tweede booster pack gaat zitten. De Energy. We hebben hier een prachtige kaart van een Fidooch. De Haunter. Ja, het is natuurlijk een beetje een donkere dag. Mr. Mime Jr. Noibet. Clive. Primeape. Ultrabal. En we pakken nog een baby shiny, de Shiny Shinx. Heel erg vet, nog een lekker hitje uit deze prachtige blister. En zit hier ook nog wel mooi achter. Het is een Paldean Students. En dan de laatste kaart is een Magmortar Hollow. We gaan door naar het laatste pakje en kijken of we hier ook nog wel mooi te kunnen halen. Deze codekaart is ook weer voor jullie voor de online game. Ik doe er eentje naar voren en laten we kijken wat hier voor moois gaat inzitten. In ieder geval de Energy. We hebben hier Paldean Students, Chinchou, Pineco, Pikachu, Nemona's Backpack, Primeape, Artisan. We hebben hier de Pikachu Reverse en zit hier dan weer wat moois achter? Nee, het is een Grablocked. En de laatste kaart van deze video is geworden een, nog een hitje, een Gardevoir EX. Heel erg nice. Drie hitjes uit de drie booster packs. Heel erg vet. Dit was dan alweer de video. Vonden jullie de video tof? Laat het dan even weten hier beneden in de reacties. Geef deze video even een dikke duim omhoog. Vergeet zeker niet even te abonneren op mijn YouTube channel. Na de outro komt de duck race. Dus met alle namen die mee hebben gedaan uit de vorige video. Dus blijf zeker kijken naar de outro. En zoals ik natuurlijk naar elke video zeg, is natuurlijk adios.